Van harte welkom bij het vastgoedmarkt ontbijtnieuws, de tweede dag van de Provada. Aan tafel zit Robert de Jode, bestuurslid van Dynamis, en de nieuwe directeur van Dynamis, Jeroen Kroondijk. En als je kijkt naar de nieuwe functie die je nu gaat bekleden, wat is daarin je uitdaging? Ik denk dat Dynamis op dit moment bijzonder goed presteert. Ik denk wel dat de organisatie uitdagingen heeft als het gaat om hoe kunnen wij nou voor zorgen dat alle deelnemers in deze organisatie zich voldoende verbinden met de holding. Dus daar zal een flinke focus op liggen voor de komende periode. Robert, misschien mag ik jou als bestuurslid van Dynamis vragen waarom jullie Jeroen Kroondijk hebben gevraagd om het bedrijf verder te helpen. Ja, we hebben bewust voor Jeroen gekozen omdat wij op zoek zijn naar iemand die vooral die verbindingen kan leggen tussen de partners en naar ons netwerk toe. En we denken dat we met Jeroen iemand hebben gevonden die daar heel sterk in is. Dat is een belangrijke doelstelling die wij gekoppeld hebben aan het zoeken van naar een nieuwe directeur. Dus, ja, van harte gefeliciteerd. Welkom in de vastgoedsector. Dankjewel. Ja.